Yes. Ik heb mijn feestneus opgezet. Rettaketet, rettaketet. Ik vind het enig. Wow. Dames. Jeetje. Wat goed. Het is alles tegelijk. Drummen, dansen, zingen. Ja, veel, hè? Ja. Ja. Maar ja, dat geeft het special effect, hè? Maar het ging jullie hartstikke goed af, toch? Ja, het ging wel redelijk gelijk. Is dat nou lastig om, om zo op die trommels te slaan? Of gewoon doe je liever zingen en dansen? Ja, je moet wel nog meer onthouden. Ja. Ja, het is wel moeilijk. Meisjes van K3 toch een hoop moeten doen in hun carrière, hè? Ja, dat zie je dan maar weer. Ging je lekker? Ja, was weer een feestje. Oké. Okay. Ach, god, denk ook, ja. Het bijt toch het spits af. We gaan naar Karin. Karin, wat vond je ervan? Wel, als ik het zo bekijk, dan vraag ik mij af, moet er echt een roodharige bij? Het is toch goed zo? Ik vind het heel tof. Ja. Maar ik heb opgeschreven dat ik het vocaal iets minder sterk vond dan de andere dingen die ik jullie al heb horen doen. Maar het was echt niet makkelijk wat jullie hier hebben gedaan. Ik vond het enorm spectaculair. Dat valt wel in de smaak. Ik vind dat echt heel tof. Nou, dat is mooi. Commentaar. Josje. Ja, dat het in een ander jasje gestoken was, dat was heel duidelijk. Of dat jasje mij zo beviel. Ik heb niet het gevoel dat het liedje echt goed tot zijn recht kwam. Ik ben normaal wel heel erg fan van Drums Gaan Boom, maar nu dacht ik van, het is een beetje chaotisch. Ja, sorry. Jullie moeten ook op zoveel letten. En het lijkt me echt super moeilijk om dat te doen. Dus ik vind het wel heel knap dat jullie zijn blijven lachen en dat jullie gewoon zijn blijven doorgaan. Want volgens mij was het geen makkelijke opdracht. Ja. Ja, Josje, je kan het niet meer goed maken. Nee, sorry. Nee, ja. Maar je hebt wel hartstikke je best gedaan. En het is ook lastig, dat tussendoor trommelen en toen allemaal. We gaan naar Gert. Ik moet Josje bijtreden. Het is niet helemaal mijn ding wat ik heb gezien. Ik hou meer van het lied in de originele versie. Ja, ja. En jullie weten zelf ook dat jullie op dit ogenblik in allerlei polls en weet ik wat, die er allemaal zo'n beetje overal verschijnen, dat jullie zeer hoog scoren. En ik vraag me af of jullie die favoriete rol vanavond hebben waargemaakt of niet. Maar dat is voor mij een weet, voor jullie een vraag. En, wat vind je ervan? Ja, harde woorden. Christel, over harde woorden gesproken. Zie je het wel dat hij de strenge is? Ja, ik wist het al. Ik wist het al. Ik moest van Christel. Nee, lastige opdracht, want het moet herkenbaar blijven, toch verrassend zijn. Het was zeer verrassend. Niet zo heel vrolijk. Drums Gaan Boom is normaal een heel vrolijk nummer. Dat viel een beetje weg. Maar het is moeilijk met heel weinig akkoorden toch overeind blijven en juist zingen. Ja, maar ik mag... De mensen thuis weten dat niet. Zij krijgen wel de muziek mee in de oren. Hè? Toch? Ja, maar toch. Je hebt niet zijn bellen die normaal gezien bij dit nummer wel horen. Klaasje, je hebt een stoere kant laten zien. Vind ik tof, want je hebt het helemaal als... Ja, je hebt de K-factor, maar die stoere kant, dat is de eerste keer dat ik die zie en die bevalt me. Bij Lies... Lisa... Ik vind jou altijd heel goed scoren, combinatie dans en zang. Dus ik dacht, oei, als dat dansen gaat wegvallen, blijft Lisa overeind qua stem. En dat vond ik wel. Ja. Nou ja, Christel, en het was ook lastig om dat dansen goed te zien. Want ze stonden voor de helft al achter die trommel natuurlijk. Dus. Ja, maar het ging goed, hè? Maar toch. En wat ik wel een beetje nog miste, was het groepsgevoel. Ja, een beetje zo... Samen. Jullie doen dat samen. Dat mis ik. Nee, dat is, vind ik heel goed. Nou, dames. Ja, Lisa, Klaasje, Nora. Ga lekker wat drinken. Hartstikke. En een applaus voor de meiden. Dank jullie wel.